Wat zijn de grootste uitdagingen geweest bij het ondernemen in Suriname? Er staat geweest. Ah, voor mij? Ja. Een van de grootste uitdagingen was tijd voor het gezin maken. Want ik ben opgevoed om zo gedisciplineerd en zo hard te werken. En zoveel hart te hebben voor het bedrijf. Dat je soms een beetje... soms gaat het een beetje moeilijk met de balans. Dus dat was een van de grootste challenges. Het is wel gelukt hoor, maar het was een challenge. Ja. Mijn grootste uitdaging was inderdaad juggelen. 3 kinderen. Man met carrière, moeder met carrière. Ja, als ik over het huisfront praat. En als ik het ondernemerschap gewoon bekijk. Met alle regels en bureaucratie. Dan was dat in de tijd heel moeilijk. Omdat er was een heleboel bureaucratie. En er was nog een heleboel regelgeving dat niet volledig was. Dus dat was wel... Want het was in de periode precies nadat Suriname net uit een dictatuur kwam eigenlijk. Nou, we waren in dictatuur. Het was heel moeilijk. Ja, ja. Omdat je ging weg en dan bracht je soms spullen in een koffer mee. En dan moest je dat aangeven bij de douane. Ja, en, je kon niet over genoeg valuta beschikken. Nee, valuta was... Lijkt wel een herhaling van de geschiedenis. Ja. Dat was heel moeilijk om te blijven zaken te doen op de juiste manier. Ja. Om de rode lijn die we allemaal moeten volgen, te blijven volgen. En geen shortcuts te maken. Ja. Voor mij, in de business, dus niet op het thuisfront, was het denk ik meer die lat te halen die er gezet werd. En dat is goed. Mind you, it's very good. Die hoge lat heeft me alleen maar gedisciplineerder gemaakt en me harder laten werken. En daar ben ik jou en papa heel erg dankbaar voor, absoluut. Super. Yeah. Because I set the bar high for myself also. Dus, Thank you for being you. Hele. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.